In zijn centrale produceert afvalverbrander EEW momenteel vooral warmte voor de industrie. Ik ben heel blij dat ik hier ben en ik vond het super interessant, vooral hier bij EEW dan ook die grote afvalkranen zo te zien. Dat was wel heel leuk. Ik heb al handig geleerd dat de rol die afvalverwerking speelt in de algemene verduurzaming, de synergie in zo'n chemiepark met alle afvalstromen, refstromen en hoe erg zij ook proberen om zoveel mogelijk te halen uit hun afval, of voor hun dan misschien hun goud. In Duitsland in vergelijking hebben wij bijvoorbeeld heel veel landfills. En hier is het juist interessant om dat te verbranden, om dan vooral in industrieparken die energie te gebruiken als groene energie, om bijvoorbeeld die electrolyzers van Nobian te fuelen. Nou, met de rondleiding kaal op het dak, dan zie je hoe gigantisch groot dat gebouw is. Gigantisch groot nog erbij bouwen. EEW wil steeds meer grondstoffen halen uit de afvalstromen en straks zelfs ook kooldioxide uit de schoorsteen. Want zodra je dan ook waterstof gebruikt en dat samen laat reageren met CO2, dan heb je vaak formic acid of methanol. En dat zijn natuurlijk ook platform chemicals die belangrijk zijn. En dan heb je juist geen CO2-uitstoot. Dat is ook zo'n voorbeeld met hoe de afvalverwerking een rol speelt en kan spelen. Sowieso veel beter dan het gewoon in de lucht uitstoten. Het is zelfs niet onmogelijk dat er op den duur niets meer wordt verbrand. Ze zijn op een goede weg om bij 2050 gewoon niet meer nodig te zijn. Als ze standaard afvalverbrander, grondstofleverancier of afvalverwerker in plaats van afvalverbrander.